Ik ben van het Honig Breedhuis. Dat is een woonhuismuseum in Zaandijk. Daar hebben vroeger de families Honig en Breed gewoond. Het waren hele rijke papierfabrikanten die papiermolens hadden in het veld. Het is nu ingericht als een woonhuis, anno 1830 ongeveer, dus de Biedermeijertijd. Ja, het is prachtig ingericht. We hebben heel veel porselein, heel veel mooie meubels. Een prachtige smuiger in de keuken met mooie tegeltjes erop. Dus het is heel erg de moeite waard om een keertje langs te komen. Boven op de bovenverdieping een papiertentoonstelling. Dan kun je zien hoe het papier vroeger gemaakt werd. Er zitten nog allerlei dingen zijn zichtbaar, zoals watermerken van papier en zo, die je allemaal kunt zien. En er is dan ook een documentaire die je kunt zien op een tv, die dan ook het hele verhaal over het papier maken nog vertelt. Dat is best een heel interessant stukje van het huis. Ja. Het huis is gebouwd in 1710. En de inrichting nu op dit moment is dus van 1830. Dat is de Biedermeijertijd geweest. Ja. Het is een prachtig huis. We hebben een schitterende zaankamer. Als je daar komt, dan kijk je uit over de Zaan en dan zie je aan de overkant de Zaanse Schans. Dat is een beeldschoon plaatje. Het is echt de moeite waard om te komen kijken.